Bij een brand in een chalet op camping De Zomerse Wende aan de Philipsbosweg in Lierop zijn geen gewonden gevallen. Van het chalet is niets meer over. De brand ontstond in de nacht van maandag op dinsdag. Al snel bleek dat er geen mensen in de woning aanwezig waren. De eigenaar zou het geld erop komen. De brandweer rukte uit met twee tankwagens. Een uit voorzorg opgeroepen watertankwagen uit Deurne bleek niet nodig. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand.